Het is belangrijk om de veldwerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOSAVO, bij te scholen. Dit zegt Rosita Felixdaal, afdelingshoofd van de districtsafdeling Paramaribo. Volgens haar is dit de reden waarom het ministerie in samenwerking met Stichting De Stem een workshop heeft georganiseerd. Het doel is de dienstverlening naar mensen met een verslaving te verbeteren. Felixdaal geeft verder aan dat het thema van de workshop daarom ook was verbetering van de kwaliteit van de zorg. Het gaat namelijk om de behandelingsplan. Toch de begeleiding van de drugsverslaafden. Als een drugsverslaafde zich aanmeldt op het wijkkantoor, hoe gaan we om met zo'n drugsverslaafde? Toch? Hoe moet onze houding zijn? Weet u, hoe geschiet de rapportage, gesprekstechnieken? Want zo'n drugsverslaafde meldt zich aan op het wijkkantoor. Toch? En zo'n drugsverslaafde is een hulpvrager. En wij als sociaal werkers zijn namelijk de hulpverleners. Toch? Dus zo'n persoon, een drugsverslaafde, meldt zich aan om hulp. En wij moeten namelijk die hulp aanbieden. Dat is dus Rosita Felixdaal, afdelingshoofd van de districtsafdeling Paramaribo. Ze zegt dat de deelnemers na de workshop in staat moeten zijn de drugsverslaafden op een deskundige manier te behandelen. Letitia Davilaar, een van de deelnemers aan de workshop, vindt dat de training een goed idee is. Ze geeft aan dat het vaak voorkomt dat agressieve drugsverslaafden zich aanmelden op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Volgens Davilaar zijn de vrouwen op het ministerie niet opgewassen tegen deze agressieve drugsverslaafden en weten vaak niet hoe te handelen tijdens zo'n situatie. Via de workshop hebben zij de nodige tools hiervoor ontvangen. De workshop die is gehouden in het gebouw van de CLO is afgesloten met een certificaatuitreiking.